Waarom wordt het steeds moeilijker om benzine te maken? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit is een foto van een uh, jaaknikker. Dit kennen jullie. Dit is in een olieveld waar aardolie wordt opgepompt. Dit is aardolie. En dit gebruiken we om. Uh, benzine te maken. Nu je zou denken dat we dat altijd dit zo gedaan hebben, dat we altijd aardolie hebben dan gaan gebruiken om benzine te maken. Wel, niets is minder waar. Toen als ik afgelopen kerst op familiebezoek was in de Verenigde Staten, toen was ik in Harrisburg. Harrisburg is de hoofdstad van de staat Pennsylvania. En ik was in het Capitool. En als je het kapitool binnenkomt, dan kijk je naar boven en dan zie je deze foto. Een foto met de titel Spirit of Light. Spirit of Light toont hier een schilderij met op de achtergrond houten staketsels. die houten staketsels zijn die boorplatformen. En op de voorgrond zien we dames met vuur in hun handen. En vuur. Dat stelt lampenolie voor. Dus de eerste aardolie, rock oil, die werd gebruikt in de staat Pennsylvania, ook daarbuiten, als lampenolie. Weet je wie heel blij was toen ze aardolie vonden in 1859? Dat waren de walvissen. En hier zie je een beeld uit een krant van walvissen die feestvieren, partyen. En waarom was dat? Omdat walvisolie in die tijd, zeker in de meerbegoede gezinnen, in een stad als New York gebruikt werd als lampenolie. En dus omdat je goedkoop veel rockoil had, betekende dat dat we niet of weinig meer walvisolie nodig hadden. En dus gingen ze niet meer jagen op walvissen en de walvissen waren nog wel heel blij. Nu... Ik had ook de kans om eventjes van noordelijke te reizen en dan kan je een museum bezoeken in Titusville. Titusville, the birthplace of the oil industry. In 1859 is er een kolonel Drake, Edwin Drake, die helemaal geen kolonel was maar een heel ingenieus systeem had bedacht om olie op te pompen. En dat gebeurde dus in 1859 die had een heel mooi houten huisje hier, zoals je ziet, waar hij dat heeft gedaan. Nu, dat betekende voor die streek dat alle mensen daar naartoe gingen als soort van goudzoekers op zoek naar het zwarte goud. Rock Oil. En je vindt dan bijvoorbeeld even verder buiten Titusville de, de, de stad Oil City. Nu, dat gaat door tot pakweg 1900. En dan hebben we Thomas Edison die zijn gloeilamp uitvindt. En dat betekent dus dat we helemaal geen lampenolie meer nodig hebben. En dat betekent ook dus dat we iets anders moeten gaan vinden als toepassing voor ruwe aardolie. En gelukkig was rond diezelfde tijd de ontdekking van de motor, de verbrandingsmotor. En dus gaat de olieindustrie dan hand in hand met de automobiele industrie, waarbij we Aardolie of de producten die we maken uit aardolie gaan gebruiken als brandstof om onze motoren, onze auto's te kunnen vooruit laten rijden. Dus dat is in korte geschiedenis. Maar dan even terug. We hebben hier dit vat. Dit is een vat ruwe aardolie. Dus dat gebruiken we om onze benzine. Een vat ruwe aardolie is ongeveer 100, is 159 liter en we gebruiken er nogal wat van. Per dag gebruiken we 85 miljoen van deze vaten in olieraffinaderijen. Dat is een hoop. En Om je dat voor te stellen, hier, iets hier verder, hebben we een stadion, een voetbalstadion, de arena. Wel, als je 85 miljoen vaten, dan kun je zeven arena's vol met plempen. Dus dat doen we per dag. Per dag zetten we 85 miljoen om. En hoe doen we dat? Dat doen we dus in olierafgenadrijven. We hebben ongeveer 500, 600 van die olierafgenadrijven. En daar gaan we deze vaten omzetten. Nu, omzetten, wat is dat? Kijk, ik heb hier een uh, aardoliemolecul. Vooral sinds een uitbeelding van een aardoliemolecuul. Ik heb hier zo'n of andere keten. Voor diegenen die niet zo met chemie vertrouwd zijn. Koolstof zwart, waterstof wit. Dus je ziet hier zo'n keten. En wat we doen is, we hebben een katalysator. Dat is mijn schaar. En die gaan we in stukken knippen. Als ik die in stukken knip, dan krijg ik dit molecuul benzine. Je kunt natuurlijk grotere en kleinere stukken, maar dit is een voorbeeld van zo'n molecuul dat je kan wegknippen. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt in zo'n katalysator. Nu daar heb ik een filmpje van. We gaan nu eens een keer in een filmpje uitleggen wat er gebeurt wanneer een oliemolecuul daarin gaat. En ik heb hier een poeder. En die katalysatorpoeder dat zijn eigenlijk zandkorreltjes. En als we nu dat aardoliemolecuul laten in dat bootje gaan, dan zie je dus dat die zit rond te zweven in een soort galerijen. En dan gaat hij op een gegeven moment een kristal tegenkomen, een structuur zoals je daar ziet. En dan gaat hij daarin, een soort worm die daarin kruipt. die komt in een actieve plaats, een zure plaats en die knipt, knipt en we hebben een benzine-molecuul. Dus wat gebeurt er in zo'n olieraffinaderij, is dat we dit poeder vermengen met deze katalysator. We laten die heel snel reageren in een grote buis, ongeveer 50 meter groot. In een paar seconden gaat die katalysator knip, 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 knip en krijgen we een benzine -molco. En wie doet dat? Dat zijn kristallen. Zeolietkristallen. En zeolietkristallen, zeolitos, kokende stenen, die kunnen we ook terugvinden in de natuur als zo'n grote kristallen. Die vinden we bijvoorbeeld bij vulkanen, vulkanische gesteenten. Krenstedt, ergens in 1700, heeft die gevonden en heeft die voor de eerste keer de naam zeoliet meegegeven. Nu, die in de natuur daar kunnen we niet echt veel mee, want uh, je ziet al wel, als je dat moet gaan met de aardolie vermengen, dat wordt hem niet. Dus daarom heb je zo'n poeder. En in dat poeder, die bol, daarin zit de zeoliet. die zeoliet is eigenlijk een soort van kaas met gaten. Maar die gaten die zijn van de afmetingen van moleculen. Nanometers, 10 tot de min negende meter, miljardste meter. En die moleculen, als het ware, die gaan daar dus in, in die kanalen... Die komen dan een schaar tegen. Ik ben nu even dat molecul. Knip. Benzemolecul. Knip. Benzemolecul. Dus dat molecul gaat daardoor en gaat dus afhankelijk van waar die zit, verknipt kunnen worden in grotere en kleinere moleculen. En zo krijgen we die brandstof. Nu terug naar mijn vraag van het college. Hoe komt het dan dat het nu steeds moeilijker wordt om schone benzine te maken uit ruwe aardolie? Wel, om dat te begrijpen wil ik terug even gaan naar dit vat. Hier staan allemaal kleuren op. En die kleuren geven eigenlijk aan wat het kookpunt is van de stoffen in ruwe aardolie. Terug naar mijn ruwe aardolie. Hier. Dus wat je kunt doen is je kunt het gaan koken, opwarmen. En wat je gaat doen is je gaat dan moleculen scheiden op hun kookpunt. Op hun vluchtigheid zomaar zeggen. Diegenen die boven zitten, die gaan er gemakkelijk uit. En die eronder zitten, moeilijk. Wat kraken we? Je ziet hier dat hier staat gasoline. Dus in een vat aardolie zit al benzine in. Maar die onderste fractie, ja dat is. Waar ga je gaat dan knippen? Dat zijn moleculen, als je die zou in de automotor stoppen, dan gaat die niet meer rondrijden. Dus die moeten eerst verknippen in stukken. Die waterruwe aardolie, die wordt eigenlijk vuiler en vuiler. Wat ik daarmee bedoel, daar komen onzuiverheden in. En ik heb hier een moleculen, en dit is hoe er echte aardolie uitziet. En je ziet dus dat ik jullie eigenlijk tot nu toe heb een beetje wat uh, belazerd, want ik heb dit molecuul en hier zitten alleen maar zwarte en witte bollen in. En in dit molecuul zie je ook geel, rood en blauw. Rood zuurstof, geel zwavel en blauw stikstof. En dan ben ik er nog een paar vergeten, want er zitten ook metalen in, zoals vanadium, ijzer, nikkel. En dat betekent dus dat die katalysator... Die moet gaan verknippen in aanwezigheid van die boosdoener atoompjes, die het moeilijk maken voor mijn schaar, eigenlijk wordt mijn schaar bot als we dat moeten gaan doen. En daarom is het zo dat we het moeilijker en moeilijker hebben om schone benzine te maken uit die waterruwe aardolie, die we nog wel hebben, maar die wel vuiler en vuiler worden. En daarom denk ik dus dat we moeten zorgen dat we betere katalysatoren hebben, beter van deze poedertjes om dit in de toekomst mogelijk te maken. In het volgende college wil ik jullie vertellen waarom het beter is om het onderste van een cornetto niet op te eten.